Niet aangeboren hersenletsel. Stel, u zou op straat door een camerateam, bijvoorbeeld van deze omroep, worden gevraagd wat dat precies inhoudt, zou u dan een betekenis kunnen geven? Ik moet zeggen, moest ik zelf die vraag krijgen, ik zou er ook eens even goed over moeten nadenken. En vaak is het zo dat je pas echt weet wat een aandoening behelst als je er zelf mee te maken krijgt. Als hulpverlener of direct betrokkenen. Mevrouw Corina Sipkema uit Geleen kent beide achtergronden. Daarover dadelijk meer, maar eerst de vraag, wat houdt dat eigenlijk exact in? Een niet aangeboren hersenaandoening of in dit geval hersenletsel? Een niet aangeboren hersenletsel is een hersenletsel dat zich voordoet tijdens het leven. Dat kan op jongere of latere leeftijd zijn. En dat heeft forse gevolgen voor degene die dat treft. Zichtbare gevolgen, dat kan een verlamming zijn, krachtsvermindering, maar ook veel onzichtbare gevolgen die toch heel veel invloed hebben. Geheugenproblemen, prikkelgevoeligheid. Een van de meest bekende is de afasie, een taalstoornis, een communicatieprobleem dat optreedt ten gevolge van het hersenletsel, waardoor mensen zich veel moeilijker kunnen uiten, moeilijker op woorden kunnen komen. Ook veel moeilijker de taal verwerken. Ja, ik denk dan in eerste instantie als leek aan een beroerte dat dat optreedt. Maar zijn er ook andere omstandigheden dat zo'n aandoening kan ontstaan? Ja, een van de bekendste is een beroerte, een hersenbloeding of een herseninfarct als oorzaak. Maar je hebt ook het traumatisch hersenletsel, bijvoorbeeld bij een ongeval of bij een val van een trap of van de schommel, noem maar wat. Ook ziektes zoals multiple sclerose, Parkinson, dementie zijn ook vormen van niet aangeboren hersenletsel. Ja, zijn er veel mensen in Nederland die daarmee te maken hebben? Ja, dat zijn heel veel mensen die daarmee te maken hebben. Want ik noemde al heel veel oorzaken. Ook zuurstofstekort na een hartinfarct. U heeft er op diverse manieren mee te maken gehad. In uw persoonlijk leven, maar ook als beroepskracht. Wat heeft u in het verleden gedaan als beroepskracht? Als logopedist, afasietherapeut ben ik veel werkzaam geweest in de revalidatie. Ja. Hoe zijn de behandelmogelijkheden? Is daar iets van te zeggen of is dat heel erg individueel? Dat is heel erg individueel. Daar wordt heel veel werk aan gedaan. Er wordt ook nog heel veel onderzoek gedaan om dat nog steeds te verbeteren. Maar er zijn veel mogelijkheden. Aan welk soort behandelingen moet ik dan denken? Het hele behandeltraject bestaat uit een aantal fases. Je hebt de acute fase op het moment dat iemand getroffen wordt. Eerst in het ziekenhuis, daarna in het revalidatiecentrum. En dat kan ook als het oudere mensen betreft een aangepaste revalidatie voor ouderen zijn. Na de revalidatie komt er vaak een traject nog in de eigen omgeving bij therapie die dan nodig is. Maar dat is natuurlijk maatwerk, heel afhankelijk van de gevolgen van het hersenletsel. U heeft er ook persoonlijk mee te maken gehad. Op het moment dat u er persoonlijk mee te maken krijgt, helpt het dan dat je een beroepsachtergrond hebt, waardoor je daar misschien makkelijker mee omgaat? Ik denk dat dat voor- en nadelen heeft. Aan de ene kant heb je natuurlijk informatie over hoe je met dingen om kunt gaan, hoe je mensen kunt helpen. Aan de andere kant, als het een geleidelijk zich ontwikkelende dementie betreft, denk ik dat je er misschien ook niet aan wilt dat het aan de hand is. Ja, na uw pensioen bent u toch een beetje in dit werkgebied verder gegaan, want u bent betrokken bij een organisatie in de Westelijke Mijnstreek. Ik zit in het bestuur van de Stichting Creatief Centrum Sittard, waarbij we schilder of boetseren of andere creatieve activiteiten aanbieden voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, met of zonder afasie, in kleine groepjes, altijd begeleid door een kunstenaar, iemand met een kunstopleiding en daarnaast nog vrijwilligers die ondersteunen. Ja, en is dat eens in de week of hoe werkt dat? Mensen komen één keer per week. Ja. Er zijn meer middagen omdat er meer deelnemers, maar de groepjes zijn maximaal 7 personen. Waarbij dan de docent aanwezig is en 2 vrijwilligers. Mensen die daaraan willen deelnemen, moeten zij aan bepaalde criteria voldoen? Alhoewel dat in deze context misschien een beetje vreemd klinkt. Nee,
Je hoeft, het is niet nodig dat je van tevoren creatief bezig bent geweest. Ook wanneer je bijvoorbeeld de uitval van de rechterhand links moet gaan werken. Dat is een uitdaging, maar daar hebben we ook ervaring mee. Er is ook geen indicatie voor nodig. Iedereen met een niet aangeboren hersenletsel moet kunnen meedoen. Ja, en er is ook geen gradatie daarin. Nee. Mensen die daar meer over de mogelijkheden van uw organisatie, maar ook in algemeenheid, waar kunnen zij terecht? Over onze organisatie kunnen ze vinden op de site www.stichtingcreatiefcentrumsittard.nl. In zijn algemeenheid is er in Limburg een afdeling van de patiëntenvereniging hersenletsel.nl. En op internet is er de site Breinlijn, waarbij iedereen, dus een getroffene, een mantelzorger of een professional, als een vragen kan stellen, dan dat is een team achter de site met deskundigen die dan verder helpen. Mevrouw Corina Sipkema, dank voor de komst en veel succes met de organisatie. Fijn, dank u wel.